Ja, Matthijs, waarom gooien jullie de handdoek in de ring vandaag? Ja, goede vraag. Ik denk dat je altijd moet blijven geloven, maar dat de titel nu wel ver uit zicht is. Jullie hebben niet tegen elkaar gezegd, het is voorbij in de kleedkamer. Nou, we hebben wel gezegd van jongens, dit was de laatste kans en die hebben we niet gegeven. Dus, dus het is voorbij? Het is nooit voorbij, maar het is wel, ja, het ziet er heel slecht uit. Hoe kan het dat bijvoorbeeld Vitesse zo bloedfanatiek aan die wedstrijd begint en dat jullie dat niet kunnen opbrengen, ondanks de positie in het seizoen, dat je ja, er alles voor moet geven? Ja, goeie vraag. Ik denk dat wij in het begin gewoon heel slap beginnen. We hadden afgesproken dat op dit veld is het gewoon moeilijk om in de beginfase op te bouwen. Dus, wat was het met het veld dan? Ja, ik denk dat je zoals je hebt kunnen zien, dat, ja, ik mag het nooit zo'n excuus gebruiken, maar voetbal op dit veld is moeilijk. En we hadden afgesproken om in het begin ja, vooral ook vanuit de tweede bal te spelen en ja, de eerste 5 minuten natuurlijk. En je ziet gelijk de eerste 5 minuten, dan word je gelijk onder druk gezet. Dan kom je er niet onderuit. Volgens mij valt in de eerste 10 minuten valt die 1-0 al. En dat is gewoon ook slap. Ik bedoel, we staan allemaal te kijken en hij kan uithalen. En nee, dat is gewoon Ajax onwaardig. Waar is dan die daadkracht om na die goal elkaar samen te pakken en ervoor te gaan? Ja, ik denk dat we in de eerste helft ja, nog steeds slecht speelden. Ik denk dat we geen kansen bijna gecreëerd hebben. Natuurlijk dat moment met David, die ja, in mijn inzien doorgebroken spelen. Maar dat kan de scheidsrechter geeft er geel voor. Nou ja, dat is zijn beslissing. En ja, we hebben eigenlijk de eerste helft gewoon heel slecht gespeeld. En ja, we hebben geen kans gecreëerd. We hebben ze alleen maar tegengekregen. We waren niet fel. We zaten niet kort op. We hadden de duels, waren we te slap. Het was gewoon allemaal niks, eerste helft. Dan mag je eigenlijk ook eigenlijk niet over de titel praten. Nee, daar heb je gelijk in. Ik bedoel, we zeuren altijd wel voor PSV, maar die winnen het soort wedstrijden wel. Dus ja, ik vind dat we gewoon naar onszelf moeten kijken, want dit was dramatisch. Daarover gesproken, AZ staat nu op 2 punten achter. Daar moet je nog zorgen over gaan maken. Ja, die hijgen ook nog in zo'n nek. Dus aan ons is het de taak om ja, elke wedstrijd alles te geven wat we eigenlijk al moeten doen. Maar ja, vandaag dus laten afweten. En dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, dat is dramatisch. En ja, voor ons is het zaak om ja, toch die tweede plek vast te houden. En dan ja, een wonder kan altijd gebeuren. Maar die kans acht ik wel klein. Je had deze keer Frenkie de Jong niet naast je. Nu wel Weber. Je hebt daar van tevoren iets over gezegd. Je zou Frenkie de Jong missen. En qua ruimte zou dat voor jou ook wat uitmaken. Hoe is dat uiteindelijk hoe is dat uitgekomen? Frenkie is natuurlijk wel een speler die voetballend een maar meer situatie kan keren. Ik denk dat Weber dat eerste helft ook een paar keer deed, maar het is toch anders voor hem dan voor Frenkie. Maar nee, ik denk dat Weber het gewoon goed heeft opgepakt. Hij gaat natuurlijk bij die tweede, ja, is natuurlijk een ongelukkig moment, maar ja, dat overkomt iedereen wel eens. En is dat zijn fout? Of? Nou, ik denk dat een opeenstapeling van dingen. Op het veld moet je ook geen risico nemen. En, ja, kijk. Ik denk dat André hem misschien eerder moet wegschieten en daarna pas ik hem op Weber. Dat is misschien ook, ik kan hem ook wegschieten en daarna kan hij hem ook, als hij hem goed aanneemt of in één keer raakt, wegschieten. Dus nee, ik denk niet dat je de schuld op één iemand mag zetten in dat moment. Dan nog even iets anders, want op het wedstrijdformulier staat Siem de Jong in de spits, vorige week ook. Er was wat discussie over van, ja, Cachera die schiet ze bij Jong, ja, die heeft volgens mij 14-15 ingeschoten. Vind jij niet dat je met hem moet starten? En dan misschien Siem de Jong daarachter? Want je zag ook vandaag dat toen beter ging lopen. Ja, ik denk dat Matteo goed is ingevallen vandaag. Ik denk dat hij, toen hij erin kwam samen met Amin, dat er eigenlijk een beetje pit in kwam bij ons. En dat, ja, dan toch complimenten naar hun. Ja, verder, ik denk dat zij een van de weinige lichtpuntjes waren in deze wedstrijd vandaag. Ik denk dat er heel weinig waren. En, nee, ik ben niet de persoon om te beslissen wie in de spits moet staan. Maar ik denk dat Matteo vandaag wel laat zien dat hij een kans verdient. Ja, ik snap dat je bent niet de trainer, maar je vindt daar wel wat van, toch? Ja, ik vind van zoveel dingen wat. Maar om mijn mening hier te verkondigen heeft ook geen zin. Ik bedoel, dat maakt het alleen maar moeilijk voor het team. Dus ik, die hou ik voor me. Hoe gaat het nu de laatste 8 wedstrijden? Ja, zoals je zei, AZ hijgt in onze nek. En ja, wij moeten. We moeten elke wedstrijd, ja, dat hebben we de laatste 20 wedstrijden ook gezegd. En het is allemaal leuk en aardig om dat te zeggen, maar het is wel zo. En, je moet het ook doen. Je moet het ook doen en dat hebben we de laatste 2 wedstrijden nagelaten. En dat is, ja, dat is niet goed. Dat is dramatisch en dat moeten we echt. Moeten we met z'n allen flink bij elkaar gaan zitten en ja, toch het probleem aanstippen, denk ik.